Goedemiddag gemeente, alle hier in de kerk en ook hen die live met ons verbonden zijn of later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Matthäus 13, de versen 24 tot en met 30 en de versen 36 tot en met 43. Daarnaast lezen we ook nog de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27 en 28. Thema van de verkondiging is: de kerk is Gods werk. Mededelingen namens de kerkenraad. De pedelcontacten kunnen donderdag 16 mei afgehaald worden op de bekende tijdstip. Collecten, de fysieke collecte die gehouden wordt in de dienst zal bestemd zijn voor Stichting Hulp in Praktijk, HIP. En de bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Het verzoek is om die maandelijks per bank over te maken. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm. Psalm 133, de versen 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader
door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag staan we met elkaar stil bij het wonder van Gods kerk. Het is zijn werk dat er een kerk is. De psalm die we net zongen, die past daar al prachtig bij. En waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En nu zingen we ook een psalm die daar prachtig bij past. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. En mogen we vanmiddag samen ons geloof belijden. En daarna zingen we opnieuw een psalm die iets uitzingt van het verlangen om dicht bij God te zijn. Om veel van Hem te mogen zien. We zingen psalm 27 vers 2 en 3 naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u? Belijd jij het met mij mee? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel,
maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen ons gebed tot God gaan. Machtige Heere, Koning van de Kerk, als uw gemeente zijn wij weer samengekomen. We mochten al zingen, ons geloof belijden, in persoonlijk gebed ons tot u keren. En dat is alleen al wat we ontvingen in deze dienst. We hebben al zoveel mogen ontvangen vanmorgen. En de rest van deze dag
Wij danken u, Heere, dat u de koning van uw kerk bent. Dat u juist ook op deze moederdag, maar ook weeszondag, mogen zien en mogen beseffen wat een wonder het is dat u niet alleen uw werk volbracht heeft hier op aarde, in Jezus, maar dat u ook door uw geest nog steeds wilt werken. Dat er nog steeds mensen zijn die uw naam moeten leren kennen. Dat er nog steeds mensen zijn die u mogen leren kennen en in u het leven vinden. We danken u dat er blijkbaar zoveel plaats is op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dat u nog niet bent teruggekomen. We danken u dat u zelf het bent die uw kerk vormt en kneedt. En die ons als persoonlijke gelovigen daar een plek in geeft. En Heer, dan danken we u voor wat u aan ons gegeven hebt. Ook als PNIEL-gemeente. In de afgelopen jaren. Het is niet eigen verdienst, Heer. Maar het goede was er van u. Te midden van zoveel gebrek en zoveel zonde en zoveel oneenigheid van onze kant. En toch, Heer, u geeft ons aan elkaar als uw gemeente. En met elkaar mogen we toch ook keer op keer onder de indruk raken van uw grote genade en uw vormende kracht. En we bidden u, wilt u daar vanmiddag mee verder gaan. Als we geloven in u, Heere, wilt u ons vormen en bemoedigen. Ook als we misschien moedeloos zijn of als het geloofsvuur wat ingezakt is. Heere, wilt u het geloofsvuur aanjagen. We denken ook aan diegenen die misschien al met hun hart zijn afgehaakt. Die vanmiddag misschien wel zijn, of misschien ook helemaal niet. Maar die eigenlijk bij u vandaan trekken. Heere, de duivel vindt dat fijn, maar wij bidden u, verbreek zijn werk. Opent uw ogen. En werk zo in ons dat wij uw naam belijden. En werkelijk een levend lid van uw gemeente zullen zijn. Heere, gebruikt u ons zo als levende stenen. Als steunpilaren soms ook voor anderen. Geef dat we een levend gebouw zijn. Levende leden van uw lichaam. Heere, wilt u ons helpen. Binnen onze mogelijkheden. Heere, u kent ons in onze energie. In onze persoonlijkheid. In onze lichamelijke krachten en psyche. U weet, Heere, waar we tegenaan lopen qua grenzen. Wij zijn als mensen beperkt. Wij zijn als kerk beperkt. Maar werkt u dan maar in ons. En geef ons alstublieft een goede dienst. Vorm ons en kneed ons. En geef ook dat mensen tot geloof mogen komen. Vanmiddag. Hier in de kerk en ook als we op afstand meeluisteren. Heer, u weet dat we van nature u niet zoeken. Bij u vandaan lopen. Maar wilt u zelf geloof schenken. Mensen opnieuw geboren laten worden. Omdat het vanmiddag feest is in de hemel. Omdat zondaren zich bekeren tot u. Heere, spreek zo. En laat het zijn dat uw gemeente hier en op afstand hoort. Heere, u weet dat wij als mensen maar beperkt zijn. En daarom vragen we u vanmiddag eerbiedig. Ook naar de woorden van Efeze 3. Geef ons vanmiddag naar de rijkdom van uw heerlijkheid. Sterk ons met de kracht van uw Heilige Geest, omdat Christus in onze harten woont en wij in de liefde geworteld en gefundeerd worden en zijn. Zodat we ten volle kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En dat wij de liefde van Christus zouden kennen, die alle kennis te boven gaat. Zodat wij vervuld worden tot heel de volheid van God. Heere, wilt u dat doen? U bent bij machten om te doen ver boven wat wij bidden of wat wij denken. We prijzen uw heerlijke naam en we bidden u. Zegent u ons als gemeente. Zegent u het werk wat ook gedaan wordt in de poster. Ook als er vanmiddag een bijzondere dienst plaatsvindt en 3 mensen hun geloof mogen belijden en voor het eerst gedoopt worden. We danken u voor uw werk in hun leven. En bidden u of dat een gezegende dienst mag zijn, die ooit zijn uitwerking niet zal missen, die anderen mag bemoedigen
en anderen mag trekken met koorden van liefde. Heer, we bidden u voor alle andere kerk hier in de omgeving. Eenheid in verscheidenheid, heren, dat blijkt toch ook wel. Als we naar de kerk gaan, als we elkaar op allerlei manieren ontmoeten. We bidden u, heren, bouwt u uw koninkrijk. En heren, wilt u dan geven dat uw koninkrijk ook gebouwd wordt in ons kerkverband. Met alles wat er speelt, met alles wat er gebeurt. Wij zijn maar kleine mensen. En u geeft mensen een taak in uw koninkrijk. En in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zien we, heren, dat die mensen niet volmaakt zijn. Ook al kennen ze uw genade. Ook al geeft u ze veel. Ook wij zijn niet volmaakt. Daarom kijken we op naar u. U bent de koning van uw kerk. U bent het die dwars door menselijke onmogelijkheden heen uw kerk vormt en bouwt. Wilt u dan ons vanmiddag gebruiken? Zoals we hier zitten, zoals we hier staan. Zegent u digitale middelen. Zegent u onze gaven die we afzonderen voor uw dienst. Laat het zo zijn, alles. Tot uw eer en de opbouw van uw koninkrijk. Ja, en verbreek dan het werk van de boze. Laat hem ons niet hinderen. Leid ons in onze gedachten. Geef dat hij geen ruimte heeft. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, ik vind het heel fijn dat jullie vanmiddag in de kerk zijn. En eerst heb ik even een denkopdracht voor jullie. En na de denkopdracht laat ik een plaatje zien. De denkopdracht is dit. Stel je voor dat iemand jou zou vragen, maak eens een tekening. En dan moet je tekenen de kerk. Teken jij eens de kerk. Nou, stel dat je zo'n tekening zou maken van de kerk. Hoe zou dat er dan uitkomen zien? Nou, misschien teken je dan vooral wel gewoon een kerkgebouw. De Pnio-kerk natekenen. Of zo'n oude kerk met zo'n hoge toren. Dat je zo'n kerk tekent. Toen het aan iemand gevraagd werd, teken de kerk eens. Toen tekende die dit. Ja, dat is de vorm van een kerk, hè, zou je kunnen zeggen. Met zo'n toren. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je helemaal geen stenen. En weet je waarom die persoon dat deed? Om daarmee duidelijk te maken, de kerk is niet allereerst dat wat de stenen zijn, het gebouw, de kerk, het kerkgebouw. Maar de kerk is allereerst ja, wat wij als mensen zijn. Wij zijn van de Heere. Wij komen samen om zijn naam te eren en om daardoor door hem ook gevormd te worden. Als mensen vormen wij de kerk. Ieder op zijn eigen plek. Ieder met zijn eigen gaven en zijn eigen talenten. Daar gaat het vanmiddag in de dienst over. Laten we met elkaar gaan lezen uit de Bijbel. We lezen eerst een gedeelte uit Matteüs 13. Over het tarwe en ook het onkruid die gezaaid wordt. We lezen Matteüs 13, vers 24 tot en met 30. En daarna vers 36 tot en met 43. En vervolgens twee artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Lees het met me mee. Matteüs 13 vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij, de Heer Jezus, hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des Huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, omdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Ga naar vers 36, de
uitleg van de gelijkenis van het onkruid. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Deze gelijkenis laat dus iets zien van tarwe en onkruid als het woord gezaaid wordt. Dat wordt zichtbaar in de kerk en daar belijden wij ons geloof ook mee. En dat mogen wij lezen in artikel 27 en 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En het gaat over de kerk en over de gemeenschap met de kerk. Als we dat gelezen hebben, zingen we uit Psalm 48, vers 1 en 4. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwige koning die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld. Hoewel zij soms een tijd lang zeer klein is en tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen der mensen. Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen voor zich behouden, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, gebonden aan, of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen. Maar zij is verbreid en verstrooid over de gehele wereld. En toch, met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde geest, door de kracht van het geloof. Artikel 28. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering en gemeente de vergadering is van hen die behouden worden en er buiten haar geen heil is, dat niemand, van welke stand of hoedanigheid ook, zich afzijdig mag houden en aan zichzelf genoeg mag hebben. Maar alle behoren zich bij haar te voegen en zich met haar te verenigen om de eenheid van de kerk te bewaren, door zich te onderwerpen aan haar onderricht en tucht, de hals te buigen onder het juk van Jezus Christus en de broeders te dienen in de opbouw van hun geloof, overeenkomstig de gaven die God aan ieder verleend heeft, allen samen als leden van eenzelfde lichaam. Om dit alles des te beter na te komen, behoren alle gelovigen, overeenkomstig Gods woord, zich af te scheiden van hen die niet tot de kerk behoren en zich bij deze vergadering te voegen op iedere plaats waar God haar gesteld heeft. Zelfs al verzetten de overheden en de bevelen der vorsten zich daartegen en stond er de dood of lijfstraf op. Daarom handelen allen die zich van haar afzonderen of zich niet bij haar voegen in strijd met Gods verordening. Tot zover.
Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Na de verkondiging zingen we deze en nog meer woorden uit Psalm 119, vers 32 en ook vers 37. Het thema van de preek van vanmiddag is: de kerk is Gods werk. De kerk is Gods werk en die wordt door hem bewerkt, wordt door hem bewaard en wordt door hem bestuurd. Bewerkt, nou, wij lezen onder andere in artikel 27 daar iets over. Zij is een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest, door hem bewerkt, door het werk van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. Maar ook bewaard, dan staat er in artikel 27 achteraan: deze kerk is er geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Bewaard. En dan ook bestuurd. Dan kijk ik vooral naar artikel 28, de vierde regel van mij. Maar allen behoren zich bij haar te voegen en zich met haar te verenigen om de eenheid van de kerk te bewaren, door zich te onderwerpen aan haar onderricht en tucht, de hals te buigen onder het juk van Jezus Christus en de broeders te dienen in de opbouw van hun geloof, overeenkomstig de gaven die God aan ieder verleend heeft. Allen samen als leden van eenzelfde lichaam. Dus door hem bestuurd. Hij bestuurt dat ik erbij hoor. Gemeente van Christus, die vanmiddag hier in de kerk en nu die op afstand verbonden bent. Naar de kerk gaan is belachelijk. Als jij zegt dat je zondag naar de kerk gaat, dan is dat voor mij net zoals je zegt dat je naar het bos gaat om kaboutertjes te voeren. Dat zei schrijver en cabaretier Arjen Lubach. Misschien wel eens van gehoord, iets van gekeken. Van Zondag met Lubach of de avondshow met Arjen Lubach. Zelf gelovig opgevoed, ging elke zondag naar de kerk, maar daar ook radicaal mee gebroken. Zo radicaal dat hij deze uitspraken deed. Naar de kerk gaan is belachelijk. En als jij zegt dat je op zondag naar de kerk gaat, is dat voor mij hetzelfde als dat je zegt: ik ga elke zondag naar het bos om kaboutertjes te voeren. Ja, en dan is Arjen Lubach geen domme jongen. Die heeft er echt wel over nagedacht. Die studeert erop. Zijn uitspraken schuren. Maar misschien wel goed om daar gewoon eens even bij stil te staan. Want is geloven eigenlijk ook gewoon niet vreemd? Bidden tot iemand, zingen voor iemand die je nog nooit gezien hebt. Wat is dat? Is het toch niet een beetje kaboutertjes voeren in het bos? En hij is echt niet de enige hoor, Arjen. Ja, je komt ook Arjen is iemand die zegt: ja, ik geloof niet in God en naar de kerk gaan, daar heb ik niks mee. Maar je komt ook steeds mensen tegen die zeggen: ja, ik geloof wel in God, maar de kerk, nou, daar geloof ik niet in. Ik geloof echt wel in de Heer Jezus, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig. Ik geloof echt wel hoor, maar de kerk vind ik vooral een belasting, vind ik vooral lastig. Tja, als we vanmiddag zo in de kerk zitten, wat vindt u daarvan? Als iemand zulke uitspraken doet als Arjen Lubach. Of als iemand gewoon zegt: ja, weet je, ik geloof wel in God, maar de kerk, niks mee. Zeg je: ja, dat herken ik. Of zeg je: nou, daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Wat raar. Hoe zou u reageren? In mijn beleving, maar dat is natuurlijk maar mijn beleving, kom je die mensen steeds meer tegen. Die op de een of andere manier moeite hebben met de kerk als instituut, of die een ervaring hebben gehad met gelovige mensen die verbonden zijn aan de kerk en daar dus zijn afgehaakt. Als je ze spreekt, dan zit er wel eens oud zeer onder. Iets wat er gebeurd is. Soms is het ook gewoon een aversie tegen gezag.
Of nou de politieagent op straat is, de leraar op school of iemand van de kerk. Als het te maken heeft met gezag, dan sowieso ben ik er tegen, wil ik dat niet. Ik wil niet dat iemand het over mij wat te zeggen heeft. En gewoon de behoefte om niet gebonden te zijn. Ik wil gewoon vrij zijn en als ik me dan voeg in de kerk en met al die gewoontes, met al die mensen, dan voel ik me niet vrij, dan voel ik me gebonden. Ja, ergens kan ik die mensen vaak nog wel gebruiken ook, begrijpen ook. De kerk als instituut gaat vaak niet zo best. Individuele gelovigen? Nee, zijn niet altijd geweldig. En toch ben ik predikant. En vind ik het niet belachelijk om vanmiddag naar de kerk te gaan, maar vind ik het zelfs wezenlijk. Toch is voor mij naar de kerk gaan en bij de kerk horen iets totaal anders dan kaboutertjes voeren. Toch is er juist alle reden om wel mee te doen bij de kerk. En misschien juist wel op een moederdag als dit dankbaar te zijn. Dat we door het geloof God mogen leren kennen als vader. En dan de Heer geeft ons de kerk als moeder. Moederdag. Want die kerk is door hem bewerkt. Als we het vanmiddag over de kerk hebben, dan wil ik het vooral graag met u hebben over de goddelijke kant van de kerk. Dan wil ik graag benadrukken dat de kerk Gods werk is. Hij heeft de kerk bedacht. Hij heeft de kerk gewild. Hij heeft de kerk bewerkt. Want als God niet gewerkt had, was er geen kerk. Als God de Vader zijn Zoon niet gestuurd had, was er geen kerk. Als de Heer Jezus zijn leven niet gegeven had, was er geen gemeente. Als de Heilige Geest niet gewerkt had, zaten we hier vanmiddag niet. Als we het hebben over de kerk, dan kun je het hebben over de kerk. Of dat is mijn kerk, of dat is vooral niet mijn kerk. Dat is onze kerk. Maar dan mogen we nooit vergeten, de kerk is allereerst zijn kerk. Het is Gods kerk. En God zelf vergadert mensen bij elkaar. Hij legt de brug naar zondaren en verbindt ze vervolgens ook nog aan elkaar. Dat doet hij. Het is Gods genade dat er een kerk is. Dat we zijn woord kunnen lezen. Dat we samen mogen komen. Daar waar de mens in het paradijs in zonde valt, geeft hij zijn belofte. Daar waar de wereld zo ver bij hem vandaan is, dat de zondvloed zal komen, zegt hij, bouw een ark en ieder die erin is, wordt behouden. Daar waar de mensen God zo niet zoeken, maar een toren van Babel bouwen, verspreidt de Heer hen. Maar roept hij ook Abraham, om daarmee een volk voor zichzelf bijeen te roepen. Als de Heer zijn volk uiteindelijk roept uit Egypte en ze brengt als zijn volk naar het beloofde land, geeft hij ze de tabernakel, de tent van ontmoeting waar ze God ontmoeten. Ja, waar je samen hem ontmoet. God geeft een tempel om hem te ontmoeten, maar ook om samen te komen. God werkt en verbindt mensen aan elkaar. Maakt mensen tot zijn volk. Denk alleen al aan hoe dat tot uiting komt op Grote Verzoendag. Die hele dag moest dat volk, het hele volk, niet werken. De hele dag moest het volk zich verootmoedigen. Als je dat niet deed, hoorde je niet bij dat volk wat leeft van verzoening. Dat moest je doen dus. Wees heilig, want ik ben heilig. Word niet wereldgelijkvormig. En dan noemde ik nu alleen nog maar een voorbeeld uit het Oude Testament. Kijk in het Nieuwe Testament. Handelingen 2. Volgende week vieren we het. De geest is uitgestort. Met kracht worden er mensen geraakt. Vernieuwd, veranderd. Maar voor hoofdstuk 2 van Handelingen is afgesloten, gaat het over de kerk. Over hoe God mensen aan elkaar samenvoegt. Ik denk dat het woord kerk ook belangrijk is om te zien. Want het is vertaald van het Griekse woordje kuriake. En kuriake betekent allereerst wat van de Heere is. Het is niet van mij. Het is niet van u. Wij,
U, jij, ik, wij, samen zijn de kerk van hem. Wij zijn van de gemeente. Gemeente komt van het woord ecclesia. Weet je wat dat betekent? Eruit geroepen zijn. Eruit geroepenen. Ja, God roept in deze wereld mensen tot zich, uit de wereld, naar zichzelf toe. En zo verbindt hij ze aan hem en aan elkaar. En de doop markeert dat. De doop markeert dat. Die geeft aan, ik verbind mij aan jou. Want ik roep jou uit de wereld naar mij toe. In het leven. En die kring die dicht bij mij leeft, van mijn genade. Die pelgrims die onderweg zijn. De kerk is Gods werk. Natuurlijk kun je zeggen, ja, werkt de geest dan niet breder dan de kerk? Zeker, de kerk is niet gebonden aan de structuren van de kerk. Maar als ik het Nieuwe Testament lees, dan lees ik dat de Heilige Geest werkt met het oog op de kerk en op de vernieuwing van de wereld. Als je het Nieuwe Testament leest, is er heel weinig ruimte om het werk van de Geest los te maken van persoonlijk geloof en van de gemeenschap van de kerk. Daar waar de Geest werkt, wil Hij ons met elkaar leren bidden. Onze Vader. Abba, Vader. God verbindt ons dus aan elkaar. En met dat ik dit zo nadrukkelijk neerzet vanmiddag, kan er zomaar iemand zijn die zegt, ja, maar ik vind het lastig in de kerk. Want ik zit hier, of u bent bewust thuisgebleven misschien wel, en u heeft lastige ervaringen opgedaan in de kerk. U vindt het misschien wel ingewikkeld om het mooie, om de goddelijke kant te zien van de kerk. Ja, dat kan. En misschien zijn de punten die je noemt, heb je helemaal gelijk. Klopt. Maar toch, als je te veel kijkt naar de mensen, zij komen samen, zij zien er zo uit, zij praten zo, zij vinden dit, zij doen dat. Dan kan de kerk in de gedachten van mensen om ons heen en in ons eigen hoofd lijken op een uitvinding van mensen. Natuurlijk, bepaalde vormen hebben wij zelf gekozen. Er zit een gedachte achter. Maar op het moment dat je alleen maar kijkt naar de menselijke kant van de kerk, dan is het heel logisch dat mensen zeggen, ja weet je, als wij als mensen dit bedacht hebben, dan heb ik ook geen zin om bij de kerk te horen. Ik heb er niet altijd wat aan. Voeg niks toe aan mijn geloof, dus ja, waarom zou ik gaan? Ja, maar broeder, zuster, je wilt toch een bijbelgetrouwe christen zijn, toch? Lees in het Nieuwe Testament en zoek maar eens. Waar lees je in het Nieuwe Testament dat je als christen los kunt zijn van de gemeenschap van de kerk, van de plaatselijke christelijke gemeente? Als je werkelijk de Bijbel leest, dan lees je dat de Heer beelden gebruikt die juist laten zien dat de Heer dit doet. Eén lichaam, met Christus het hoofd in de hemel. Een gebouw met vele levende stenen. Eén wijnstok met de ranken daarin. Een kudde met de herder. Ja, zegt iemand, maar als God dan de kerk bewerkt, waarom is de kerk dan niet wat volmaakter? En waarom gaat het dan soms zo keihard mis in de kerk? Ik moet ook eerlijk zijn, de kerkelijke verdeeldheid in Nederland, in Veenendaal is groot. Kijk alleen maar naar ons eigen kerkverband, met alles wat er speelt. Heftig. Je hebt gelijk. En misschien als jij dan dingen zou noemen waarin de kerk faalt, waarin er dingen fout gaan, waarin predikanten fouten maken, dan zou ik er misschien nog wel zo een heel aantal bij kunnen noemen. Ik ben niet volmaakt. Maar is dat dan wel de bedoeling? Wat kun je verwachten eigenlijk van de kerk? Is het misschien zo, die gedachte bekruipt me soms, dat wij van de mensen van de kerk verwachten wat we eigenlijk alleen maar van de koning van de kerk kunnen verwachten? Dat we dingen van de mensen van de kerk verwachten die de mensen ook helemaal niet kunnen, want wij zijn maar mensen. En dat we in de gebrokenheid nou juist daarachter komen.
Van wat is het een genade dat God mij wil gebruiken? Wie ben ik? Soms zo kort de bocht. En zie je dat ook niet gewoon gebeuren in de Bijbel? Handelingen 2, prachtig. 3000 mensen op één dag komen tot geloof. Dagelijks worden mensen aan toegevoegd. De mensen zijn één van hart, één van ziel. Wat een getuigenis. 2 hoofdstukken verder. Zijn er 2 mensen die ook wel het eer willen. Ananias en Safira. En oneenigheid, oneerlijkheid sluipt de kerk al binnen. Lees nog even 2 hoofdstukken verder. En er zijn de vrouwen die ontstemd zijn, want er wordt niet aan hen gedacht. Oneerlijk omgegaan met die weduwe en met die weduwe. Lees nog even verder. Dan kom je iemand tegen die tot geloof gekomen is. Maar die denkt, nou die kunstjes, die wonderen, daar kan ik een slaatje uitslaan. De kerk volmaakt. En dan lees je verder en dan kom je in hoofdstuk 15. Het apostelconvent. Nou, gelukkig, te midden van alle onrust komen ze samen, komen ze ergens uit. Maar dan staat er dat Paulus en Barnabas, dat er verbittering tussen hen kwam. Nou, de Paulus en de verbinder Barnabas, verbittering. Oké, dan hebben we alleen nog maar handelingen. Kijk in de brieven. Gelaten. Paulus die start die brief met verbazing. Dwaalleer, hoe kan dat nu? In Korinthe gebeuren er dingen waar mensen van buiten de kerk zeggen, kan dat op seksueel gebied? In Filippi zijn er 2 vrouwen die bij namen genoemd worden die ruzie maken in de kerk. Wat de Heer Jezus schrijft aan die 7 gemeenten in Openbaring, het is niet volmaakt. Broeders en zusters, is de kerk niet vooral een ziekenhuis? Maar je komt voor genezing. Is de kerk niet vooral een werkplaats? Waar gewerkt wordt en waaraan je gewerkt wordt. En dat is wel eens lastig. Is de kerk niet vooral een oefenplaats? Waar je met vallen opstaan mag leren. Is de kerk niet vooral ook een afkeerkliniek? Waar je afkomt, waar je losgemaakt wordt van je ego. Tja, de kerk. Zouden we misschien vanmiddag moeten zeggen dat dat onvolmaakte van de kerk, dat dat gewoon iets logisch is. Dat dat heel realistisch is. Als je hier zit en je hebt frustraties over de kerk en over onze Pniokerk, dat je allerlei dingen kunt aanwijzen bij mensen in de kerken waarvan je zegt, dat vind ik niet fijn. Zou het misschien zelf zo zijn dat God dat bedoeld heeft om u te vormen? Zou misschien de Heer dat zelfs willen? Of in ieder geval willen gebruiken? Wat bedoel ik? Nou, daar waar je zelf tot geloof komt en de Heer leert kennen, dan start dat proces van heiligmaking. Dan mag je steeds meer als kind van God gaan leven. En dan is er eentje die leeft al veel langer met de Heer en de ander moet nog alles leren. Maar de Heer zegt niet, als je nou een perfecte gelovige bent, dan mag je erbij horen. Maar je mag erbij horen en dan mag je in de kerk, te midden van al die mensen die zo hun eigen dingen hebben, mag je leren wie ik ben. Broeders en zusters, we kunnen soms ook kijken naar die jeugd. En dan zou je wensen van dat niemand de kerk verlaat. Dat ze allemaal weer bijblijven. Het Koninkrijk van God. Maar hoe doen we dat? Best ingewikkeld, toch? Ook als ouders. En er was dus een man en die gebruikte het voorbeeld van 2 bomen. 2 bomen die begonnen. En de een die startte in een kas. En de ander die stond bloot aan alle elementen. En die boom in de kas, nou die had een perfecte omstandigheden. Goede temperatuur. Genoeg vocht. En die boom die groeide, joh. Geweldig. En die andere boom die bloot stond aan de elementen, dat ging maar traag. Dat wilde niet zo geweldig, maar er kwam wel groei. En op een gegeven moment was die ene boom, ja, die kas die was te klein. Kas weg. En daar stonden die 2 bomen. De een schitterend. En de ander, nou ja, dat mag wel wat meer. En toen kwam er een storm. En die storm die blies. En dat ene boompje bleef staan.
Want die was vanaf het begin af aan de elementen gewend en die had zich diep geworteld, had houvast. En de andere boom die stond in die kas, die had altijd zo makkelijk gehad. Er kwam één storm en het viel omver. Het vraagt tact, het vraagt wijsheid. Maar de kerk is een heilige vergadering van waarlijk gelovige christenen die al hun heil van Jezus Christus verwachten. De kerk is Gods werk. Ja, dominee, ik maak me toch zorgen. Over de kerk, over het kerkverband. Bestaat de CGK over een poosje nog? Zullen we dan naar het tweede punt van de preek gaan? Want de Heere, die zorgt ervoor dat zijn kerk wordt bewerkt. Maar de kerk wordt ook door hem bewaard. Ja, want terwijl God bezig is om zijn kerk te bouwen, om mensen samen te voegen, is er een grote tegenstander bezig. En die heet de duivel, de uiteendrijver, Satan, de tegenstander. En die wil niets liever dan de kerk uit elkaar schudden, uit elkaar drijven. En dan lezen we in Matteüs 13 over onkruid tussen de tarwe. Het koninkrijk wordt gezaaid. En je ziet het opkomen, mensen gaan geloven, maar dezelfde akker, op dezelfde plek, zaait een ander ook. En komt er onkruid. En dan kun je natuurlijk onkruid gaan trekken, maar de Heere van de akker zegt nee, niet doen. In die ene akker, tarwe, onkruid. En laat dat dan maar samen opgroeien. Ja, maar Heer, hoeveel invloed heeft dan dat onkruid wel niet op die tarwe? Moeten we het niet eruit halen? Nee, het groeit samen op. En bij de oogst, dan wordt het duidelijk. De Heere wil het zo. De Heere staat er zelf voor in. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld. En zal er zijn tot het einde toe. De heilige kerk wordt door God staande gehouden, belijden we. Tegen het woede van de gehele wereld. Hoewel ze soms een tijd lang zeer klein is. En tot niets schijnt geworden te zijn in de ogen van mensen. Toch bewaart de Heere zijn kerk. Nee, hij beschermt de kerk dus niet altijd. Ik dacht eerst, laat ik het tweede punt van de preek beschermen noemen. Maar de Heere beschermt zijn kerk niet altijd. Dit is onkruid. De duivel kan rondgaan. Maar hij bewaart zijn kerk wel altijd. Want de goede herder zelf heeft gezegd: ik geef mijn schapen eeuwig leven. En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. Hij heeft het toch gezegd: ik ben met u. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. Hier is met zijn kerk. Tot de voleinding van de wereld. Nee, de Heere belooft niet. Er zal een CGK zijn tot de wederkomst. De Heere belooft niet. Er zal een Pnio-kerk zijn tot de wederkomst. De Heere belooft niet dat er in Nederland een kerk zal zijn tot de wederkomst. Maar de Heere belooft wel dat er een kerk zal zijn tot de wederkomst. Hij bewaart zijn kerk. In de tijd van Elia en Ahab waren er bijna niemand die geloofde. Maar de Heere bewaarde er 7000 die hun knieën niet bogen voor Baal. En als God zo goed is, om in het Oude Testament zo vaak zijn volk terug te roepen uit Egypte, uit ballingschap. En terwijl het op niks uit lijkt te lopen, zijn zoon zendt, zijn geest uitstort. Zou die dan de kerk loslaten? De Heer Jezus zei het in Matteüs 14. Op deze Petra, de belijdenis dat Jezus de Christus is, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De poorten van de hel zullen hun best doen, maar niet overweldigen. De Heere bouwt en bewaart zelfs zijn kerk. En dan moeten we realistisch zijn. Want wij zijn een kerk met onze eigen traditie en vormen. En de drie mensen die vanmiddag belijdenis doen in de poster, hebben een taalverschil, een gigantisch cultuurverschil, die zouden wij moeilijk kunnen bereiken met onze manier van kerk zijn. Maar God zegent het werk bij de poster, zodat deze mensen de Heere leren kennen,
Deze mensen met een niet-Nederlandse achtergrond ook bij deze kerk mogen horen. Broeders en zusters, de Heere bewaart zijn kerk. De kerk is tijdelijk. Wij zijn pelgrims. Wij strijden. Wij struikelen. Maar we gaan op weg naar de hemel, waar de triomferende kerk nu al voor een deel is. Daar gaan we naartoe. Wij zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen onderweg te zijn. Om hem te dienen. Om elkaar te helpen te geloven. Totdat we hem zien. En dat het niet meer beperkt is. Daar gaan we naar onderweg. Ja, zegt iemand. Ik geloof wel dat God zijn kerk bouwt en bewaart. Maar ja, de kerk is tegenwoordig toch wel anders. Want ja, denk alleen al aan het digitale. Wat vindt u daarvan? Dat je steeds makkelijker kerkdiensten digitaal kunt bekijken. En als je mij vraagt wat ik daarvan vind, dan is dat niet zo belangrijk, toch? Het is wel de vraag, wat vindt de Heer daarvan? Wat is Gods bedoeling met de kerk en met onze manier van leven? Is dat de manier waarop de Heer zijn gemeente bewaart? Als een digitale community? Ja, het digitale brengt ook zegen. Zeker voor mensen die vanwege leeftijd en gezondheid en vanmiddag niet bij kunnen zijn. Dan kunt u meekijken en heeft u hopelijk het gevoel dat u erbij bent en erbij hoort. En de digitale uitzendingen zijn tot zegen. Tot ver buiten Nederland. En toch denk ik wel dat het goed is om vanmiddag er de vinger bij te leggen dat je dan iets essentieels mist. Iets wezenlijks. God geeft ons aan elkaar om daarin ons ook te vormen. Kijk, het evangelie kun je digitaal ontvangen. Je kunt geweldig Bijbels onderwijs krijgen. Betere preken dan hier. Vast. En toch. Is het niet juist zo dat God ons vormt door die ongemakken, door irritatie en dat je elkaar nodig hebt? Ja, maar wat als het dan echt ingewikkeld wordt? Nou, in de gemeente van Kolossen wordt het ingewikkeld. In hoofdstuk 3, vers 13 schrijft Paulus: vergeef elkaar en verdraag elkaar. Vergeven, dat snappen we denk ik, hè? Dat je vergeving vraagt, vergeving geeft. Maar blijkbaar staat in het Nieuwe Testament ook al dat je elkaar moet verdragen. En vertragen betekent dus dat je niet helemaal op één lijn zit. Dat er punten zijn waarop je echt anders denkt. En dingen anders zegt en doet. En dan zegt Paulus dus, verdraag elkaar. Verdraag elkaar. Hoe doe je dat? Nou, ik denk dat we elkaar ver genoeg moeten dragen. Wat bedoel ik? Dat we elkaar zo ver moeten dragen tot bij God. En dat we dan met elkaar bidden, wat ik in het gebed net ook bad. Dat we bidden tot God, dat Hij ons, niet alleen Hij, niet alleen mij, maar Hij ons geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Dat Christus door het geloof in ons woont. En wij in zijn liefde geworteld en gefundeerd zijn. Opdat we ten volle kunnen begrijpen wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. En wij de liefde van Christus zouden kennen. Die alle verstand te boven gaat. Zo, op die manier, bewerkt de Heere zijn kerk. En bewaart de Heere zijn kerk. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat ik en dat wij door hem bestuurd worden. We zijn bij het derde punt van de preek. Ik geloof niet dat de kerk goed of zelfs perfect is, maar wel dat de koning van de kerk goed en volmaakt is. En wat doet de Heere? Nou, in Handelingen 2 staat het. De Heere voegde dagelijks mensen toe. Als jij gaat geloven, eigenlijk al in de doop, word je erbij gevoegd. Dan doet de Heer als het ware met zijn arm zo. Kom erbij. Jij hoort bij mij en daarom bij zijn gemeente. Laat mij jou toevoegen. Ja, en dan werkt dat zoals bij dat voorbeeld wat ik een poosje geleden gebruikte. Het voorbeeld van Cheung.
Dat jongetje wat geadopteerd wordt, weet u wel, dat voorbeeld. Dat jongetje weet eigenlijk nog niks van de Nederlandse taal, van de gebruiken. Maar die wordt wettelijk geadopteerd en zegt, dan ben ik zijn vader. Wettelijk, geregeld. En dan wordt hij geplaatst, niet alleen bij mij als zijn vader, maar ook in mijn gezin. En als het goed is, leert hij nog beter wie ik ben, door in mijn gezin te zijn. De kerk als de plek waar hij nog beter leert wie hij is. En dan geeft artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis een aantal dingen aan. Een aantal dingen die we ons ter harte mogen nemen. 4 punten licht ik er even uit. Als je artikel 28 leest, staat er onder andere dit. Dat je niet afzijdig moet houden. Dat je niet aan jezelf genoeg moet hebben. Kijk, sommige mensen kunnen zeggen, ik zou wel kunnen, maar om het concreet te maken, ik vind 1 dienst gewoon wel genoeg op een zondag hoor. Ik zou ook wel meer kunnen betekenen in zijn koninkrijk, maar ik heb er gewoon niet altijd zin in. Dat kan. Maar daarmee hou je je afzijdig. En dan kent u dat bekende voorbeeld wel, van dat kooltje wat uit het vuur wordt gehaald, wat alleen komt, afkoelt en dan er weer bijgevoegd wordt en dan weer warm wordt. En ik begrijp je misschien ook wel als je zegt, ja, ik mis de aansluiting. Het spreekt mij nou niet altijd aan. Maar is dat een goede vraag? Is dat een goed uitgangspunt? Natuurlijk, ik vind het belangrijk dat je aansluiting ervaart. En daar wil ik me van harte zoveel mogelijk voor inzetten. Maar daar waar je gegrepen bent door het evangelie, is het misschien beter om te vragen, waar kan ik me bij aansluiten? Hoe kan ik er misschien voor zorgen dat die ander zich erbij aansluit? Dat die aansluiting vindt? En broeders en zusters, ik heb u nodig. Ik als vader heb het nodig dat u mij helpt mijn kinderen op te voeden. Als u zegt, nou voor mij hoeft het allemaal niet. Maar u zegt, ik ben christen, maar u leeft er niet naar. Wat voor voorbeeld bent u dan voor mijn kinderen? Kan ik het wel voor willen leven? Maar als u het dan afbreekt, niet afzijdig houden alstublieft. Thomas, die mist de opstanding van de Heer Jezus. Althans, hij mist de eerste verschijning. Waarom? Omdat hij er niet bij is. U wilt er toch bij zijn? U wilt er toch bij zijn? U wilt toch niet missen dat mensen tot geloof komen? Volgende week zondagmiddag, als u kunt, bent u er toch bij. 20 jonge mensen die hun geloof willen belijden. Geroepen door God. Zijn stem beantwoord. Natuurlijk, u kunt naar een andere belijdenisdienst moeten of andere verplichtingen hebben. Maar het is toch zo'n bemoediging voor ze, dat u erbij bent, ze bemoedigt. We hebben elkaar nodig. Houd u niet afzijdig. Heb niet genoeg aan jezelf. Een ander punt wat naar voren gebracht wordt is, onderwerp je aan haar onderricht en tucht. Je onderwerpen aan het onderwijs. Als het onderwijs wat klinkt vanaf de preekstoel, wat in de gemeente rondgaat, als dat Bijbels is, en dat spreekt je aan of het spreekt je tegen, buig daar dan onder. De Bijbel zegt toch, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. En de tucht is trekken. Laat je trekken. Als je misschien je eigen gekozen weg gaat en iemand spreekt je erop aan. Onderzoek of het vanuit de Bijbel zo is. Laat jezelf onderwerpen aan het onderricht, aan de tucht. Ja, de Nederlandse geloofsbelijdenis bindt daar nog iets aan. Dat je je hals moet buigen onder het juk van Christus. Daar waar de Heer in je leven werkt, daar krijg je dus een ootmoedige houding. Je buigt, nederig, klein. Heel vaak in de Bijbel klinkt het verwijt. Jullie zijn hardnekkig. U hebt een harde nek. U buigt niet voor mij. Zo vaak klinkt dat. Maar daar waar de Heer werkt, daar doet de Heer dat vaak door mensen. En dan is het je onderwerpen aan het onderricht en je voegen in de kerk wordt verbonden aan je hoofd buigen onder het juk van Christus. En dat beeld van onder het juk van Christus zijn is volgens mij dit. Zo'n juk met 2 dieren. Het een onervaren en het andere ervaren. Zodat het onervarene dier leert van het ervarene dier hoe het moet.
Je voegen naar de kerk betekent onder het juk gaan met de Heer Jezus. Als zelf als onervaren mens leren wie Hij is. In de kerk leer je wie Hij is. Voeg je dan daarbij. En als laatste, de broeders te dienen in de opbouw van het geloof. Natuurlijk mag u, en dan trek ik de broeders even naar de kerkenraad. Natuurlijk mag u van ons als kerkenraad verwachten dat wij op een goede, op een wijze manier leiding geven aan de gemeente. Maar dat doen wij als beperkte mensen. Zondig, klein, maar naar eer en geweten, biddend. En dan vraag ik u, zou u ons willen dienen? Zou u ons willen dienen met uw gebed? Ons willen dienen met uw betrokkenheid? Als kerkraad kunnen wij niet alles. Maar dien de gemeente met uw gaven, diaconaal, pastoraal, uw tijd. Want de kerk, dat is Gods werk. Hij bewerkt de kerk. Hij bewaart de kerk. Hij bestuurt de kerk. Tot slot. Ik begon de preek met die uitspraken van Arjen Lubach. Naar de kerk gaan is belachelijk, zei hij. Als jij zegt dat je op zondag naar de kerk gaat, dan is dat voor mij hetzelfde alsof je zegt: ik ga elke zondag naar het bos om kaboutertjes te voeren. En als ik daar even op mag reageren, ik vind het een wat kromme vergelijking. Want het geloof in kabouters heeft nou niet zoveel bijgedragen aan onze beschaving. Terwijl als je rondkijkt in de wereld, zie je prachtige kerkgebouwen, hoor je muziekstukken, zie je schilderijen die hier vandaan komen vanuit het geloof. De ziekenzorg die we hebben in Europa, het is terug te leiden vanuit het christelijke geloof. En als ik kijk naar de wereldgeschiedenis, is er nooit één iemand geweest die zijn leven heeft gegeven voor het geloven in kabouters. Maar dan zie ik wel honderden. Dat tot op de dag van vandaag meer dan 300 miljoen mensen, die soms in zeer zware omstandigheden het geloof belijden en graag bij de kerk willen horen. Omdat ze in die kerk iets zien van Hem. Nee, de kerk is voor mij niet iets belachelijks, maar wezenlijks. De kerk is niet iets voor erbij, maar de basis. God is door genade mijn vader. De kerk in al haar gebrek, mijn moeder. Daarom ben ik van harte lid van die onvolmaakte, van die struikelende, van die groep twijfelende, soms dwalende mensen die de kerk worden genoemd. Want het is niet allereerst mijn kerk. Het is niet allereerst uw kerk. Het is niet allereerst onze kerk. Maar het is zijn kerk. En dan hoop ik dat de kerk, ook onze Pniokerk, een ziekenhuis mag zijn waar er verpleegd wordt, geopereerd wordt, waar genezing plaatsvindt. Dat onze Pniokerk een werkplaats mag zijn waar gewerkt wordt aan u, aan jou. Dat de kerk een oefenplaats mag zijn waar je mag leren wat geloven nu is. Dat de kerk voor jou misschien wel een afkikkliniek is, omdat het niet gaat over jou. En ik hoop ook dat de kerk in al haar gebrek voor u, voor jou, een oase is. Om te midden van de woestijn, het dorre wat het leven kan zijn, af en toe bij God op adem te komen. Dan hoop ik ook dat de kerk een uitkijktoren is. Om soms gewoon even verder te kijken dan alle dagelijkse beslommeringen. Ja, zullen we bidden dat onze Pniokerk, ons kerkverband, dat de wereldwijde kerk zo'n kerk mag zijn. Want u zingt er toch ook mee? Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Amen.
zullen we samen in ons gebed tot de koning van de kerk gaan. Heere der Heren, koning der koningen, u het hoofd van de kerk, wij komen bij u, tot de troon van uw genade. We danken u, Heer Jezus, dat u het hoofd bent en dat hier op aarde uw lichaam vorm krijgt. U weet, Heere, hoe wij als leden van uw wereldwijde kerk dat doen. Hoe wij dat doen hier in Nederland, in Veenendaal, als christelijk gereformeerde Pniokerk. Hoe wij gevormd zijn ook door onze traditie, hoe wij een plaats hebben in onze cultuur. En Heere, dan danken wij u voor uw werk. En dan bemoedigt het ons dat de kerk ook in het Nieuwe Testament al niet volmaakt was. Dat er genoeg dingen aan te wijzen waren waarin het misging. En Heere, dan praten wij het van ons niet goed. Maar het bemoedigt ons wel dat u uw kerk toch niet loslaat. En we vragen, Heere, werk in onze harten. Werk in onze harten zo dat de kerk, ook onze Pniëlgemeente, een vindplaats is van uw genade. Waar zieken heling vinden. Waar er gevormd wordt, waar er gebouwd wordt in de werkplaats van uw geest. En Heere, dan zijn we klein en kwetsbaar. En dan verwonderen we ons er zo soms echt over dat u mensen roept. Mensen zoals wij. Wij zijn onvolmaakt, Heere. Net als de anderen. Maar u bindt ons aan elkaar. En we danken u voor lessen die we mogen leren, juist omdat u ons aan elkaar geeft. Dat ons helpt om geduldig te zijn. Om zachtmoedig te zijn. Om mild en liefdevol met elkaar om te gaan. Om te leren om de waarheid lief te hebben. Heere onze God, we vragen u ook om vergeving. We buigen ons hoofd. Als gemeente, maar misschien ook wel vanmiddag persoonlijk. U weet het, Heere, waarin we in onze handel en wandel misschien dingen gezegd en gedaan hebben, waarin we geen reclame voor u waren, maar afbreuk deden aan wie u was. Vergeef het ons, Heere, wat we hebben aangedaan. Wat we hebben nagelaten. Vergeef ons de zonde van luiheid. Vergeef ons de zonde van te veel op onszelf zien. Vergeef ons de zonde van te veel maar letten op elkaar. Wij bidden u, Heere, bouwt u zelf uw kerk. En geef dat ook in deze gemeente van u, tijdens de kerkdiensten, tijdens persoonlijke ontmoetingen, dat daarin het gemeente zijn gestalte krijgt. Dat daarin zichtbaar wordt dat wij uw gemeente zijn, dat we uit deze wereld geroepen zijn om met u te leven. Heere, wij zijn van u. En geef dat we mogen leven in de wetenschap, dat we in leven en sterven van u zijn. We bidden u, Heere, wilt u ons helpen als pelgrims onderweg, ook komende week. Zegent u de ouderen in de avond van het leven. Geef dat ze veel van uw heerlijkheid mogen zien en doorgeven. Ook als het misschien erop aankomt en we bang zijn om te moeten sterven. Zegent u ons, Heere, als we lichamelijk of psychisch zorgen hebben. Wees bij ons als we verantwoordelijkheid dragen in ons gezin of op een andere manier. Onze verantwoordelijkheid dragen voor onze samenleving. We bidden in het bijzonder voor die gemeenteleden die niet meer zo betrokken bij de kerk kunnen zijn als dat ze zouden willen. Dat ze gehinderd worden door ziekte, door hun leeftijd niet zo betrokken kunnen zijn. Geef dat ze niet het gevoel hebben dat ze er buiten staan. Maar geef dat ze mogen weten dat ze erbij horen. Helpt u ons om dat te ervaren, om zo ook in het leven te staan. We bidden u zo voor een ieder, Heere, die in die pelgrimsstoet struikelt en strompelt en beperkt is. Houdt u ze vast, Heere. Geef de duivel geen grip. We bidden u ook voor dat deel van uw kerk, wat zo makkelijk lauw is en zo makkelijk u de rug toekeert en niet echt van harte zich inzet. Heere, dat weet u. U kent ze. Trekt u ze met koorden van liefde
Wint u ze in en geeft dat bekering zichtbaar mag worden in hun leven. Heren, zo kijken we op naar u. Wilt u ons zegenen als we zo naar huis gaan? Wilt u ons zegenen als we morgen weer naar school mogen? Of aan het werk gaan? Of misschien mogen genieten van ons pensioen? Zegent u ons in alles, heren. Neem genadig weg wat er verkeerd was. En bouw uw koninkrijk, opdat wij ten volle met alle heiligen wereldwijd uw heerlijkheid mogen zien. Nu misschien nog beperkt, maar straks volmaakt. Heren, ga door met uw werk over deze hele aarde. Maar kom dan ook spoedig terug, heren. Wat zal het heerlijk zijn om u te zien, van aangezicht tot aangezicht. U te mogen kennen, zonder zonde, zonder tranen en pijn. Wat een uitzicht, heren, voor uw bruidsgemeente. Geef dat niemand van ons zou moeten schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Maar dat we allen in vreugde u mogen eren, loven en prijzen. Want u bent het waard, heren, geëerd, geloofd en geprezen te worden van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heren. En daarna zingen we onze slotzang, Psalm 117, vers 1. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Die mogen er ook bij horen, zijn wij dus. Gij volken, prijs zijn naam, alom. Psalm 117, het eerste vers.
Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.